Het is 9:05. Mijn voorstel is om te beginnen met de commissievergadering van vanavond. De extra commissievergadering bijeengeroepen vanwege een punt waarvoor de gemeenteraad de aandacht is gevraagd. Er zit spoed achter om dat voor elkaar te krijgen wat met dit raadsvoorstel wordt beoogd. Allemaal heel hartelijk welkom, commissieleden, publiek op de tribune, alle kijkers voor zover ze het zonder glasvezel nog kunnen ontvangen. Wij zitten bij elkaar vanavond als commissie met twee leden aan tafel. We hebben slechts één onderwerp. Daarom stel ik voor dat allebei de leden van één partij het de vragen mogen stellen. Is dat akkoord wat jullie betreft? Anders zit er één echt alleen maar als fluisteraar bij. Dus dat zullen we dan maar afspreken zo. Wel is het handig dat bij het in bespreking brengen er slechts één het woord voert namens de fractie. Namens jullie fractie, maar daar komen jullie ongetwijfeld wel uit. En anders vraag een schorsing, dan wordt dat dan geregeld. Dat was wat. Mededelingen zijn er niet. De vaststelling agenda, zoals gezegd, één voorstel vanavond. Het inspreekrecht hebben we natuurlijk nog staan, maar daar heeft zich niemand voor gemeld. Dus wij gaan maar door, als daar geen bezwaar tegen bestaat, naar het voorstel. Het onderwerp is oprichting Glasvezel Zuiderveld BV en financiering Glasvezelnetwerk. En het voorgestelde besluit is kennis te nemen van het voornemen van het college om voor 1,5 miljoen, dat is 40% deel te nemen in de op te richten Glasvezel Zuiderveld BV. En de raad in de gelegenheid stellen omtrent dit voornemen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 2. Kennis te nemen van het voornemen van het college om op grond van een publieke taak een lening te verstrekken van 2,9 miljoen aan de op te richten Glasvezel Zuiderveld BV voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op het grondgebied van de gemeente Coevorden. En 3. De aanleg van glasvezel in de gemeente Coevorden, zoals verwoord zonder T, in het projectplan aanmerken als zijnde een publieke taak. Portefeuillehouder zit aan tafel, wethouder Zwiers. Dus ik neem aan dat hij het merendeel van de vragen zal beantwoorden. Zijn er vragen? Ik kan u in ieder geval vertellen, publiek, dat er zojuist nog een informatieavond is geweest voor de raadsleden en burgercommissieleden over dit onderwerp. Maar ongetwijfeld zijn er ook vragen die in deze politieke arena gesteld willen worden. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad net voorlichting gehad. Nou, dat gaf na de beschrijving die we hebben gekregen, gaf dat nog meer duidelijkheid. We kwamen net nog even in de overleg. De contractduur van de 4 providers die er op dit moment zijn, daar zijn we wel belangstellend naar. Hoe lang of voor hoeveel jaar hebben zij contractduur? Ja, het zou zo kunnen zijn, duidelijke vraag, het zou zo kunnen zijn dat vragen toch een wat meer technisch karakter hebben, waarbij wethouder Zwiers niet direct het antwoord heeft. Maar misschien, ik kijk even naar of daar misschien ambtenaren zijn om dat te ondersteunen, dan zou ik die willen uitnodigen om even aan tafel plaats te nemen, tenminste als de wethouder daar behoefte aan heeft. Daar heb ik zeker behoefte aan, voorzitter. Heel goed. Dus voor dit soort vragen inderdaad terechte vraag, maar daar zou ik ook graag even of de ambtenaren nu voor aan tafel willen vragen, als dat mag, of dat we de vragen even verzamelen en vervolgens de technische vragen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden in één keer vanuit de ambtelijke ondersteuning. Maar dat is maar een procesvoorstel, voorzitter. Gezien de korte tijd, denk ik, als we de antwoorden nu hebben, dan hebben we ze. En anders moeten we weer een aantal dagen op wachten. Ja, niet, dat is ook normaal hoor, maar beginnen. Maar in ieder geval, als het nu kan, dan hebben we het ter bespreking. Nee, maar dat is ook wat ik bedoel. Dat we eens even verzamelen en dan vandaag antwoord opgeven vanuit de ambtelijke organisatie. Maar het mag ook dat we de ambtenaren gelijk aan tafel hebben. Nou, als de vragen, ik zou willen voorstellen, ambtenaren aan tafel, kunnen ze de vraag direct beantwoorden? Dan hebben we het antwoord. Ja. Zo niet,
dan volgt het antwoord heel snel. En dat duurt geen paar dagen, hoor ik net van de linkerkant. Dat is heel snel. Dus we geven nu de gelegenheid. Voorzitter, dan komen in ieder geval Olaf Snijders en Jan Hurt aan tafel vanuit de ambtelijke organisatie. Heel goed, prima. De bedoeling is dat de vragen richting de portefeuillehouder gaan en die geeft ze waar nodig door aan de ambtenaren om te beantwoorden. Dus laten we het via die lijnen zoveel mogelijk laten lopen. De vraag was hoeveel jaren betreffende contracten met de providers. Er zijn natuurlijk twee type contracten. Het contract tussen de eindklant en de provider, die hebben een looptijd van een jaar. Dat is wettelijk ook zo vastgelegd. En dan is er een overeenkomst natuurlijk tussen het initiatief en de providers. Ja, dat hangt vanaf hoe goed de dienstverlening is en dat soort zaken. Uiteindelijk gaat het erom het contract tussen de eindklant en de provider en die duurt een jaar. Ja, dat hadden we net begrepen, ja. Inderdaad. Maar ging mij meer van de provider naar de initiatiefnemers? Ja, in principe, zolang de klanten zijn, want die gaan de dienstverlening is tussen de provider en de klant. En er is een afdracht voor het gebruik van het netwerk. En er is wel een overeenkomst of maar dat kan je nauwelijks een contract noemen. Want dan zou je dus, als het initiatief zegt, we zeggen een contract op, dan zit je nog altijd met de contracten tussen de provider en de eindklanten. Dus dat, als je afscheid neemt van een provider, dat kan je niet zo zonder meer doen. Het een volgt uit het ander, ja. En is onlosmakelijk, ja, daaraan verbonden. Ja. Oké. Nog iets toevoegen? Nou ja, kijk, de providers die we nu geselecteerd hebben, dat geldt voor de opstartfase, zeg maar, de eerste 2 jaar. En na 2 jaar, dan zijn we verplicht om het netwerk ook beschikbaar te stellen aan andere providers. En die kunnen daar dan gebruik van maken, maar wel tegen afdracht van een bedrag voor een tarief dat wij met elkaar vastgesteld hebben. Dank u wel. Verder vragen. De heer Heling, CDA. Ja, voorzitter. De reden dat we hier zo snel samen moesten komen was onder meer dat de provincie een deadline had vastgesteld op 1 januari voor het verstrekken van een subsidie. Wij vroegen ons af, wanneer heeft de provincie deze deadline vastgesteld? De heer Zwiers. Ik dacht, maar ik kijk ook even naar Jan, want die weet nou, van mij 1 juli, dacht ik ergens. Ja, ergens rond de zomervakantie. Rond de zomervakantie. Ja. Aanvullende vraag? Ja, een aanvullende vraag is, waarom is er dan niet eerder actie ondernomen en dat wij nu heel snel hier over moeten beslissen? En zijn er dan ook gemeentes die nu naast de subsidiepot plassen? Dat laatste kan ik ja op zeggen. En er is ook nog een gemeente die nog een heel snel een pro forma verzoek doet voor subsidie. Het eerste is, als je nog niet helemaal klaar bent, en je hebt net gehoord, ook in de informatiebijeenkomst, hebben we het horen gekregen dat er tot op het laatst nog onderhandeld moest worden, want de business case was nog niet voldoende uitgewerkt. He, en dus als je dan kijkt dat daar een vakantieperiode tussen zit van 2 maanden, zo ongeveer, en ook inwoners gaan met vakantie, ja, dan ligt daar ook wel even iets stil. En daarna moet je nog met elkaar tot een vergelijk komen. En dat is best nog een hele tour geweest. De onderhandelingen hebben tot vorige week geduurd, bijvoorbeeld. Of tot 1,5 week geleden. Toen waren we het nog niet eens over de eigen bijdrage. En dat betekent dat er toen nog geen raadsvoorstel op tafel kon komen. Maar dat is nu wel zover. En daar zijn we ook blij om. En dan kun je zeggen, onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, maar dat gold ook in de voorbereiding. Dus het is niet zo dat wij nu... wij zijn wel het sluitstuk in de besluitvorming. Maar ook de druk heeft ook heel sterk gelegen, ook bij Glasvezel Zuiderveld, om te zorgen dat die business case en beoordeeld werd. Daar heeft Dialogic ook een week of vier voor nodig gehad om die business case door te rekenen. Nou, als je dat dan allemaal terugrekent, dan denk ik dat we ontzettend ons best gedaan hebben om toch nog voor 1 januari klaar te zijn. Dank u wel. Mevrouw Driehuis-Pak.
Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel geeft u aan dat de provincie natuurlijk het projectplan nog laat toetsen door Dialogic. Die goedkeuring er eigenlijk nu op dit moment nog niet is. Dat u zich conformeert aan die uitkomst. Wat als die schriftelijke goedkeuring er dus niet komt? Wat gaat u dan doen? Is wie is? Nou, de schriftelijke goedkeuring van Dialogic, hè, dus het definitieve rapport, dat is er al. En dat is positief. Is dat het rapport wat bij de agendastukken zit? Ja. Het rapport van 3 december? Ja. Dus dat is positief. Dus de beoordeling van de business case is positief. We hebben vandaag bestuurlijk overleg gehad met de provincie. En de provincie die neemt op de 18e... neemt gedeputeerde staten, want dat hoeft niet naar provinciale staten, maar gedeputeerde staten neemt dan een besluit. En u wordt in de middag wordt u geïnformeerd op de 18e of dat besluit positief is. Daar worden geen problemen in verwacht, dat zeg ik even op voorhand, maar het moet natuurlijk allemaal nog wel gebeuren en het besluit moet wel even geformaliseerd zijn. Daar krijgen wij na afloop van de vergadering van gedeputeerde staten onverwijld een bericht van. En dat is ook de voorwaarde die we gesteld hebben. Wij doen mee onder voorwaarde dat ook de provincie positief besluit. Dus, en daarmee wordt ook die belofte ingelost. Dank u wel. De heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat even over de tekst in het voorgestelde besluit. Begrijp ik het nu goed dat voorwaarden om te kunnen deelnemen, dat het daarvoor noodzakelijk is om het actieplan ook aan te merken als een publieke taak. Dus yes. Dat klopt. Ik vraag het even omdat de aanleg van glasvezel over het algemeen niet wordt gezien als een publieke taak. Maar om tot deze constructie te komen moeten we deze aanwijzing doen, begrijp ik. Want anders kunnen we niet eens meedoen. Ja, helemaal correct. U beslist als raad dat dat een publieke taak is. Met die voorwaarden kunnen wij de business case gaan financieren. Dank u wel. De heer Holthuis, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Net bij de informatie werd duidelijk nadat de business case is uitgewerkt. En men dus bij de normering van 15% naar 40% moet op relatief korte termijn. Moet men vooral veel kosten maken in die relatief korte termijn. Er werd een presentatie gedaan van 800.000 euro. Er is een donatie van 15.000. Dan hebben we nog een gat. Men stelde zich de vraag, wij hebben geen idee. Wat als dat geld niet gedekt wordt? Hoe ziet de gemeente haar rol hierin? Yes, yes. Nou ja, daar zullen we het nog wel even over moeten hebben uiteraard. Ik denk dat, dat we serieus naar het gat moeten kijken. Maar dat zal ook de Stichting Glasvezel Zuidenveld zelf ook gaan doen. Het overleg daarover, dat zijn we nog niet gestart. Maar ik denk dat als we willen met elkaar dat het doorgaat, en volgens mij willen we dat graag, en wij zijn investeerder, dan hebben we behoefte aan zoveel mogelijk deelnemers. En als we daar aan de voorkant iets moeten investeren, ja, dan moeten we dat natuurlijk in overweging nemen. Voldoende antwoord. Dank u wel. Ik kijk even naar rechts. Ja, de heer Mulder, PvdA. Het microfoon nog even. Ja. Ja. We hebben net in de presentaties ook uitgebreid stilgestaan over governance, goede toelichting. Ik was alleen in het raadsvoorstel, staat een stuk daarover onder het kopje van opmerkingen van de Noordelijke Rekenkamer. En er staat, er wordt momenteel nog aan gewerkt. Ik was even wat in verwarring daardoor. Wat moet er nog verder worden uitgewerkt op het gebied van governance? Wethouder Zuijs. Kunt u het specifiek? Pagina 2 onderaan, laatste regel. Hier wordt momenteel nog aan gewerkt. Allerlaatste regel van pagina 2. Na het cursieve deel vanuit de rekenkamerconclusie. Pagina 3 hoor ik. Ja, inderdaad, het is pagina 3. Het is de tweede bladzijde, maar het is pagina 3. Ik denk dat dat als oorzaak heeft dat, dat er inderdaad op dat moment nog aangewerkt werd. We hebben daar nu wel een keuze in gemaakt. Hè. U heeft ook gehoord, we willen naar 3 commissarissen toe in principe. Er is een aandeelhoudersvertegenwoordiging en er komt een directie. Maar daar hoort ook nog bij, wat doe je dan? Wat verantwoord je dan? Hè? Dus daar, als je zegt, van ja, wat moet er nog uitgewerkt worden? Nou, we moeten nog wel met elkaar beslissen welke verantwoording willen we dan teruggelegd zien.
En hoe vaak? En hoe vaak kom je bij elkaar? He, want ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we zeker in die beginfase, dat we er heel kort op zitten met elkaar. Want ja, we kennen ook onze eigen verantwoordelijkheid voor het publiek geld. En dat is ook de reden dat we daar inhoudelijk nog niet over gesproken hebben, maar wel gezegd hebben, heel kort erop. Dus daar volgt nog iets? Daar volgt nog ja, een soort verantwoordingspakket, noem het maar. En dat kunnen cashflowberekeningen zijn, dat kunnen percentages van deelname zijn, en noem maar op. Daar moeten we wel iets over afspreken met elkaar. Nadere afspraken over de governance, die ja. volgen nog. Ja, en de verantwoording. Voldoende? Mevrouw Siewen, VVD. Oh, ja, natuurlijk. Meneer Bouwers, PPC. Ik begrijp toch wel goed dat het voordat de schop in de grond gaat, dat dat geregeld is, wethouder. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, meneer Bouwers. Dat hebben we, denk ik, volgende maand wel al geregeld. Want zodra er een besluit komt, dan is dat een van de eerste dingen die je met elkaar moet gaan doen. In ieder geval voor 1 april, en dat is geen grap. Mevrouw Siewen, VVD. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben net die business case uitgelegd gekregen en er is een horizon van 22 jaar gekozen. En nu weten we allemaal dat die ontwikkelingen met betrekking tot internet en 5G en ik weet niet hoe snel die gaan, maar ik vraag me af waar die 22 jaar vandaan komt. Is. Nou, dat is natuurlijk blijft altijd een inschatting, hè, 22 jaar. We hebben gezegd, we willen de lening in principe in 20 jaar terugbetaald zien. Dat doen we heel bewust, omdat andere partijen, die hebben een veel snellere terugverdientijd. Wij hebben gezegd, nou, dat risico dat hoeven wij niet op die manier terugvertaald te zien. Hè. Het is niet zo dat wij het in 5-6 jaar terugverdiend moeten hebben. Commerciële partijen doen dat wel. Nee, het is een soort publiek initiatief, het is een inwonersinitiatief. En wij nemen daar wat meer de tijd voor. En dat levert ons dus ook wat ruimte op om toch opnieuw te kunnen investeren, ook tussentijds. Want dat moet ook gebeuren binnen die 20 jaar. En daarom is ook 20 jaar gekozen om ook in de liquiditeit goed zeg maar uit de verf te kunnen komen. En dat is voor ons ongeveer de scope. En wij verwachten niet, en dat zijn ook de verwachting van deskundigen, wij verwachten niet dat er in die 20 jaar iets is waardoor we niet meer zouden kunnen concurreren. Ik zal niet zeggen dat er iets nieuws is, maar we verwachten niet dat er in die 20 jaar iets is waarmee we niet meer zouden kunnen concurreren. Voldoende antwoord, mevrouw Siewen. De heer Helings, CDA. Ja, een aanvullende vraag hierop. Is het afschrijvingspercentage dan ook 5%, dus dat het in 20 jaar wordt afgeschreven het hele systeem? Moet ik dat zo zien? Precies. En dat loopt dan ongeveer gelijk op met de aflossing. Oké. Okay. Meneer Holtis, BBC. Dank u wel. Er wordt nog gesproken over het opbouwen van het AGIO. Ik snap het niet, maar er staat in dat er 5 gelijke delen zijn. Vervolgens na elke 5 maanden. Wat is daar de beweegreden om op die manier dit te doen? Vanwaar 5 keer 5? Dat heeft vooral te maken met het feit dat we dat ook de stichting, of de op te richten BV, in de uitvoering van het project het geld niet direct nodig is. Dus dat betekent dat we ook als gemeente, provincie en Renet, dat we per periode, per gebied storten op onze aandelen, maar ook de lening verstrekken in 5 termijnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, aanvullend. Aanvullend. Die voorwaarde van 15% naar 40% heeft hier geen invloed dan op? Met name in de aanloopfase, want het gaat allemaal sneller als wat men op voorhand tot voor een paar weken terug gedacht heeft. Nee, dat heeft daar op zich geen invloed op, omdat we de startdatum van de aanleg verschuiven en de echte kosten, de grote kosten, pas gemaakt worden vanaf de startdatum van de aanleg. Even los van dat er nog een aantal kosten aan de voorkant zitten. Een aantal andere investeringen, kleinere investeringen, waar we het net over hadden bijvoorbeeld. Dank u wel. Mevrouw Siewen, VVD. Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel staat een stukje over de solvabiliteitsratio. Meneer Zuur zit daar achter de tafel, dus ik dacht, ik stel hem toch maar even. Dank u wel. Er staat indien extra financiering noodzakelijk is. Maar gaan we nu wel of niet onder die 30% in 2019?
Wanneer we moeten gaan lenen en het rekeningresultaat heft dat niet op, voor 2019 gaan we tijdelijk onder dat percentage. Maar in de meerjarenraming kunnen we zien dat we daarna wel weer dat been bijtrekken. Dat mevrouw Sieben, u hebt een aanvullende vraag. Ik weet het zeker. Aanvullende vraag. Dat klopt. Dat staat hier ook duidelijk in, dat we daar weer boven komen. Maar het is mij niet helemaal duidelijk indien er geleend moet worden. Is dat nu dan nog niet duidelijk? Is wies. Nou, dat is een overweging die onze treasurer maakt. Die kijkt gewoon naar onze financiële situatie. En die kijkt of wij dat geld inderdaad moeten lenen of niet. De neiging is om het wel te lenen. Dus de verwachting is dat we het gaan lenen. Maar of dat nou zeker is, op zich maakt dat niet zoveel uit. Want als we het op de bankrekening hebben, ja, dan besteden we het gewoon hieraan. Als dat niet het geval is, dan moeten we het lenen. Nou, we hebben de leencapaciteit wel. Maar dat is het werk van een treasurer die dat gaat bekijken. Ja. Heer Heling, CDA. Ja, dus dit hele glasvezel gebeuren, dat speelt al enige tijd. Waarom hebben we er in de begroting niks van teruggezien? Eerst wie is? Nou, in de begroting is er regelmatig wel wat over geschreven, alleen niet in concrete getallen. En dat heeft alles te maken dat ook wij het nog niet duidelijk hadden van wat er precies van ons gevraagd zou worden. En ten tijde van het opstellen van de begroting was voor ons in ieder geval nog niet duidelijk wat er van de gemeente zou worden gevraagd. Dan moet je denken aan eind september, begin oktober. Toen hadden we dat nog niet scherp. Dank u wel. Verder vragen? Ik kijk links, ik kijk rechts. Mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. De stichting, hè, die heeft gezegd als er winst gaat worden uitgekeerd, dividend wordt uitgekeerd uit de BV, dan gaan we dat besteden, hè, aan iets wat boven de dorpen hangt. Wat gaat de gemeente doen als de dividend wordt uitgekeerd? Is wie is. Ja, ik weet echt niet wat u daarmee gaat doen. Ja, daar ben ik blij om, want dan kunnen wij dan nog beslissen. Dat vind ik goed, als u dat toezegt. Dan gaan wij daar iets mee doen. Maar wat gebeurt er? U gaat erover. Ja, dank je. En hebben jullie er ook rekening mee gehouden dat er verliezen kunnen zijn? Want dat zie ik eigenlijk nergens terugkomen. Is wie is. Ja, er is natuurlijk ook een mogelijkheid in ieder geval dat je verlies kunt maken. Nou, je hebt net gehoord dat er in ieder geval nog een reserve is van 222.000 euro. Je kunt nog wel iets interen als het gaat om de cashflow. Ja, dan moet je misschien wat investeringen opschuiven. Maar het kan ook zijn dat als het inderdaad wat tegenvalt, ja, dat je dan nog wat moet bijstorten. Maar ja, dat is een risico. Daar wordt op dit moment geen rekening mee gehouden dat moet gebeuren. Ja, omdat de vooruitzichten eigenlijk gewoon heel positief zijn. En dat meten we ook af aan andere gebieden. Dus we hebben eigenlijk ook geen aanleiding om daar rekening mee te houden. Het zit wel in ons achterhoofd dat het een scenario zou kunnen zijn. Maar dat moeten we dan met elkaar gaan oplossen. Dank u wel. De heer Holtis, BBC. Nou, inhakend op de vraag van de overkant. In de stukken staat dat als er winst gemaakt wordt, dat het ten goede komt aan de projecten op het gebied van leefbaarheid binnen de gemeente Koevang. Wij gaan er wel over, maar hij staat wel al heel expliciet vermeld in het stuk wat we hebben mogen ontvangen. Ja, de vraag, je hebt een... Als er winst gemaakt wordt... Ja, je hebt een stichting die winst maakt, maar je hebt ook de gemeente die winst kan maken. En de vraag... ging in eerste instantie, de aanleiding was de stichting, maar de vraag ging over de gemeente. Dus dat zijn dan twee verschillende... Misschien even corrigerend, heer Holtis. De winst die daar bedoeld wordt, is alleen de winst van de stichting. Dus het dividend waar naar de stichting gaat. En die beslissen daar natuurlijk zelf over. En wij als gemeente, u als raad, gaat over het dividend wat wij als gemeente ontvangen. Het is nog niet uitgegeven of we hebben het alweer over de winst. Goed. Meneer Holtis, CDA. Ach, meneer Heling, CDA, Holtis. Dank u wel, voorzitter. Ja. Nou ja, de C is overeenkomstig. Voorzitter, de provincie heeft ervoor gekozen om alleen een lening te verstrekken. Daarvoor had de gemeente ook kunnen kiezen. Maar...
De gemeente wil graag deelnemen in dit project. Waarom is voor deze optie gekozen? Waarom willen wij als gemeente ondernemer worden? Is wie is? Nou ja, kijk, we hebben ons geconformeerd aan het model De Wolden. Dat model werkt goed. Als je ondernemer wordt, dan heb je ook zeggenschap. Dat willen we ook graag in dit geval. Want we investeren ook. Als je alleen maar financier bent, dan heb je die zeggenschap niet. Nou, dan kijken we ook even naar de verhoudingen. We hebben een rentepercentage wat wij moeten vragen van 4,5% over 2,9 miljoen. Wat van ons gevraagd wordt. En we hebben 1,5 miljoen wat we aan AGO moeten storten, zeg maar. Aan eigen vermogen moeten storten. Samen 4,4 miljoen. En daar krijgen wij een x-bedrag aan rente op. Nou, ik denk dat het verstandig is dat wij wel de invloed hebben op de besluitvorming daarin. En wat er met ons geld gebeurt. De provincie kiest er ook voor om niet in 12 gemeenten ondernemer te hoeven zijn. Maar wij kunnen dat in onze eigen gemeente op die manier wel heel goed doen. En ik moet zeggen, ja, volgens mij doen we dat ook wel op andere plekken. Dus het is ook niet uniek. En dan kijk ik ook even naar andere organisaties waar wij aandeelhouder zijn. Ik bedoel een Area of iets dergelijks. Dank u wel. Verder vragen? Ik zie geen vingers. Dan geef ik het in bespreking. Wie wil er iets over zeggen? Met misschien een schuin oog naar volgende week de raadsvergadering. Alvast zou het natuurlijk kunnen. Wie kan ik het woord hier overgeven? De heer Heling, CDA. Nou, ik denk dat we het aan de bevolking verplicht zijn om hier een bespreekpunt van te maken volgende week. Dat kan een reden zijn, ja. Dat is wel een beetje, ja, ja. Ja, ik heb hem nog niet zo vaak zo gehoord, maar... Het is veel te mooi om niet te bespreken. Kan ook een reden zijn. Dat zijn al twee. Dus dan is het een bespreekpunt volgende week en zeggen we hier verder nog even niets over. We houden ons kruid droog. Wij praten er volgende week in de gemeenteraad verder over. Meneer Swies, wilt u nog iets toevoegen? Het was toch een... Ja. Bijzondere aanleiding om deze vergadering bijeen te roepen. En ik kan me voorstellen dat u na de informatieavond en deze bijeenkomst ook nog wel iets, misschien iets wil meegeven richting volgende week. Ja, ik heb al eerder aangegeven dat ik erg blij ben met de flexibiliteit van de raad. Dat we hier met elkaar zitten op maandagavond om dit belangrijke onderwerp voor de gemeente Coevorden, voor het vestigingsklimaat van onze ondernemers, voor het vestigingsklimaat van onze inwoners, voor de zorg op afstand, voor nog een hele hoop andere zaken, toerisme, waar we met elkaar dagelijks mee bezig zijn, dat het heel belangrijk is dat onze gemeente, ook als het gaat om die digitale bereikbaarheid, de toekomst zonnig tegemoet kan zien. En ik denk dat dat iets is, en dat heeft u ook geproefd, er is veel draagvlak op dit moment voor. Het is het moment om met elkaar daarin goede keuzes te maken. Het is een inwonersinitiatief gebleven, wat ik enorm waardeer. En die kracht en die samenleving, waar wij het hier ook in deze raad, maar waar we het ook in het college veel over hebben, dat komt in dit project heel mooi aan de oppervlakte. En ik denk dat, dat ik u allen heel veel sterkte en wijsheid toewens om met elkaar het gesprek aan te gaan over de definitieve besluitvorming op de 18e. En ik zie dat ook met vertrouwen tegemoet. Dank u wel. Dank aan de medewerkers van de gemeente. Het was kort, maar hevig, maar u was er wel. Dank u wel. Ook bij de informatieavond, dus dat was ook prima. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid vandaag en aandacht. En wens u wel thuis en graag tot volgende week. Dank u wel.